Ik denk zelf dat we op de lange termijn met, ja, zoals dat zo mooi heet, maatschappelijk verantwoord ondernemen. En dat betekent niet in mijn optiek per se biologisch of zo, maar maatschappelijk verantwoord ondernemen, dat we op de lange termijn het verste komen. En die kansen lijken we ook in Noord-Holland te krijgen, ook voor de intensieve veehouderij, om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Oké, tot zover. Uiteindelijk komen we het verst met maatschappelijk verantwoord ondernemen in Noord-Holland. Wie is het hiermee eens? U blijft allemaal in Noord-Holland. Dan wil ik de panelleden en graag kort hierop laten reageren. Ik begin kort bij meneer Wil, dan hebben de anderen nog even meer tijd om na te denken. Zeg eens heel kort waarom je dit vindt. Kort en kernachtig. Noord-Holland is een prachtige provincie. Met heel veel mensen. Met heel veel economische activiteiten. En als agrarische sector moeten we en kunnen we alleen maar verder als we met onze omgeving rekening houden. Dat is dat maatschappelijke deel. En dat is meer dan natuur alleen. Dat is een heel ruim begrip. Dank u. Meneer Bol. Ja, ik ben het eens met de stelling. En ik vind dat het ook gebeurt in Noord-Holland. Dank u wel. Meneer Barton. Ja, ik ben het er ook helemaal mee eens. Ik kan het nog wel toelichten. Wij werken daar in dat warme huis met een heel zootje van die eigenwijze Friesen. En die innovatie daarvan is gewoon goed. Ze zijn, laten we zeggen, in andere gebieden heb je nog wel de baas zegt, dat wordt gewoon gedaan. Nou, dat gebeurt bij ons dus helemaal niet. Ze gaan allemaal hun eigen gang. En dat is een heel sterk, heel goed punt. Dank u wel, meneer Klaver. Ik ben het helemaal met de stelling eens. Als je duurzaam wil ondernemen, dan moet je maatschappelijk gedragen worden. En meneer Hopman? Ja, bij ons zeggen we altijd samen uit, samen thuis. En dat doen we met iedereen. Ik ben blij om te horen dat de heer Bond zegt van onze groene mensen om ons heen, die het zo verschrikkelijk lastig maken, milieudefensie bij ons Noord-Hollands landschap en natuurmonumenten. We mogen best een stapje terug doen, want die zit ons verschrikkelijk in de weg. En ik ben blij met uw uitspraak dat u dat eigenlijk ook vindt. Dank u wel. Geef ze een hartelijk applaus. Meneer Hopman, we staan er. Ik ben het trouwens ook eens met de stelling, maar ik woon hier niet. Dus ik ga weer naar huis. En ik...